Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de serie 2 Point Hospital. In deze serie moeten wij natuurlijk ons eigen ziekenhuis gaan managen. En op dit moment hebben wij al veel kamers in ons ziekenhuis staan. We hebben bijvoorbeeld een prachtig GP office, oftewel een office, een kantoorruimte waar we de diagnose kunnen gaan stellen. En op het moment dat de diagnose gesteld is, dan kunnen ze bijvoorbeeld naar de pharmacy toe om hun geneesmiddel te krijgen. Of, en dat moeten we nu meteen gaan doen, naar de ward toe, oftewel naar de zieke boeg, waar ze ook genezen kunnen gaan worden. Dus ik zet hem heel veel pauze, want er zijn nu 4 mensen al die naar de ward moeten. Alleen we hebben die nog niet, zoals ik al zie, gebouwd. Dus we laten ze alle 4 gewoon wachten. En dan gaan we meteen deze kamer weer opbouwen. Vind je het nog leuk, by the way? Ram natuurlijk zo'n kaart op lijn op. Zou ik super, super doof vinden. En dan gaan we gewoon deze kamer eens eventjes bouwen. We kunnen hem hier wel mooi in de hoek proppen. Alleen ik wil hem niet al te groot maken. En als ik hier tussen een ruimte kan overhouden, waardoor ze kunnen bewegen, dan kan ik hem op zich wel... Zal ik hem zo bouwen? 3x5? Ik denk dat dat wel mooi uitkomt, als ik eerlijk mag zeggen. Even kijken of dit mooi uitkomt. Ja, dan zetten we gewoon de deur erin. Maakt niet heel veel uit waar. Zet de deur maar hier. Oké, okay, wat hebben we nodig? Een klein kantoortje. Die kunnen mooi in de hoek plaatsen. En dan hebben we een omkleedruimtetje nodig. Kan die daar in de hoek misschien? Ja, nice. En we hebben bedden nodig. Ik weet alleen niet hoeveel bedden. We kunnen sowieso daar eentje kwijt. En aan de andere kant kunnen we er eentje kwijt. Kunnen we er ook nog hier eentje kwijt? Oh, kijk. Dit is eigenlijk perfect. Dan kunnen we 3 bedden hier kwijt. We kunnen nog veel meer bedden neerzetten. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel erg praktisch. Want we hebben ook nog een locker nodig. Even kijken. Als ik hier de lockers neerzet. Zo. Zo. Zo, dan hebben we die ook staan. En dan doe ik nog een prullenbakje nodig. Die kan wel hier mooi naast het bed staan. Hoppatee. En nog een brandblussertje. En dan is die eigenlijk ook klaar. Het is een beetje wel een compact gebouwtje. Maar op zich wel, wel handig hoe ik hem neergezet. Hoppatee. En dan is die ook gemaakt. En dan hebben we alleen nog een dokter ervoor nodig. Dus die gaan we eens even inhuren. Hebben we hier een nurse voor nodig? Even kijken hoor. Brian Lust. Nou, die ga ik niet inhuren, want hij is verdwaald. Sorry, ik moest een grap maken. Hij was heel slecht, ik weet het, maar ik moest hem maken. We hebben weer een nieuw dokter ingehuurd. Dus dat is super chill. En dan kunnen de mensen die hier zitten te wachten, want dat zijn er best wel een aantal namelijk. Even kijken hoeveel. Wards. Wards kunnen worden gebruikt voor diagnosen en ook om het genezen van verschillende ziektes. Oftewel, deze ziekteboeg is best wel heel erg fijn. Cool. Dus er kunnen meerdere bedden in worden geplaatst. Nou, dat hebben we ook neergezet. We hebben er 3 in staan. En op het moment dat we dus eigenlijk meer dan 3 bedden nodig hebben, kunnen we ook nog deze kamer uitbreiden. Om er nog wat extra bedden in te zetten. Dus daar moeten we wel rekening mee houden dat als het heel druk wordt, dat we hem eigenlijk groter moeten gaan maken. Maar dat komt wel goed. Maar hoeveel mensen staan hier nu te wachten voor? Dat is de vraag nu. Oh, er is er maar eentje. Oh, dat valt wel mee, joh. Dat valt wel mee. Star rating. 2 point health minister. Achievements van elk ziekenhuis in de stad. Op het moment dat je een ziekenhuis bouwt die goed is, laten we zeggen gewoon goed voor de lokale omgeving, dan krijg je echte officiële star ratings. Nice. Oké, cool. We moeten dus nu gewoon doorgaan totdat we 1 star krijgen. Nou ja, dat moet wel lukken, denk ik. Hoop ik. Hoop ik. Ik zie iemand zich aan het omkleden hier. Gaat die goed, bro, hier? We hebben wel maar 1 omkleedhokje. Dat is ook wel een beetje erg eigenlijk, maar ja. Dat is makkelijk omkleden. Gewoon met je kleren aan. Easy. Ja, we hebben 3 bedden staan. Hij zit ook meteen vol. Plus is... Hey, wat is dit, joh? Plus er zit nog iemand te wachten hier op het bankje. Wat? Wat is dit nou weer voor ziekte? Oh, we gaan nog zulke rare ziektes tegenkomen. Dat weet ik nu al, maar... Are you kidding me? Hij loopt rustig naar binnen hier.
Nou, dat zal heel makkelijk. Het zal heel makkelijk zijn om te ontdekken wat hij heeft. Oh, we hebben een extra kamer ervoor nodig. We hebben de Deluxe Kliniek voor nodig. Ja, je kan wel wachten. Het kost wel 21.000 om te bouwen. Dat is wel echt rete veel. We zetten hem heel eventjes op pauze. Kamers. Deluxe Kliniek. Unscrewing het sinds 2017. Oh, wat een game dit, jongen. Hoe groot moet die? Minimaal 3x3. Als we 4x3 doen, dan is dat denk ik best wel ideaal. Want dan kunnen we hier later nog een kamer bouwen. Dus als ik de deur daar doe, dan kan hier tegenover kan nog een kamer worden gebouwd. Zo, die machine is groot. Holy knetter. Zet hem maar gewoon daar neer. We hebben ook nog een machine nodig om hem te bedienen. Nou, die kan er mooi zo voor worden geplaatst. Hoppatee. Ik zal ook een prullenbakje naast de deur zetten. En nog wat plankjes in de hoekjes zo. Kijk, dat is wel mooi, hè. Brandblussertje bij het raam. Helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Prachtig. Hoe duur kost dat? 21.380. Dat gaat ons geld, hoor. Maar we hebben hem nodig. Want anders kunnen we de patiënten niet meer genezen, natuurlijk. Oh, er lopen er al twee rond. Zo, dan hebben we een heel ziekenhuis vol met van die lichthoofdjes, jongen. Nou, dan hoef ik zelf geen lampen meer te bouwen, denk ik, of te plaatsen. God damn it. Even een bankje hier neergooien, zo. Hoppatee. Prullenbakje ertussen. Krantjes ertussen. Oh, we hebben er nog een dokter voor nodig, toch? Of niet? Want hij gaat nu wel leuk naar binnen. Maar heb ik jou ervoor ingehuurd? Of kom je gewoon ergens anders vandaan? Ik heb echt werkelijk geen idee. Gewoon, hij is er gewoon in gaan staan. We hebben al 20 patiënten in totaal genezen. Maar ik heb hem hier toch niet voor ingehuurd? Nou, ik vind het ook niet erg. Ik vind het wel best eigenlijk. Hoe gaat dit in zijn werking? Wat de heck, ouwe. En daar betaalt hij dan $8000 voor. Nou ja, je bent wel van je lichthoofd af. Je bent wel van je lichthoofd af. Het heet ook letterlijk lightheadedness. Licht hoofdpijn. Van echt een licht, zeg maar. Licht. Omdat er een licht... Ja, je snapt hem wel. Oh, briljant. Maar ik heb hem toch helemaal niet daarop gezet. Maar ja, het is ook niet heel druk. Dus ik denk dat hij van dit kantoortje eigenlijk hier naartoe is gegaan. Ja, hij heeft zichzelf gewoon veranderd. Nou, dat is ook niet heel erg, want het is niet heel druk. Er is geen wachtrij, dus dit kantoortje, ja, die staat wel mooi. Er zit nog geen dokter in op dit moment, want het is, ja, het is niet echt heel erg nodig. Nou, die is ook genezen. Let's go, bro. Lekker bezig. Hier worden ze ook langzaam allemaal genezen. Nog steeds 3 patiënten. Of ben jij, bent ook genezen, of niet? Ja, nice. De kans van succes was 88% en het is ons gewoon gelukt. Awesome. Goodbye, my friend. See you later, misschien, een keer. Kom ik je geld weer stelen. We hebben ook gewoon een hoge reputatie hier onderin. En we kunnen ook... zeg maar, alles bekijken van hoe blij mensen zijn. De patiënten, dus deze staan lekker groen natuurlijk, dat is goed. We kunnen kijken hoe... hoe wil je dat noemen? Hoe mooi de kamers zijn voor de patiënten. Dus waar allemaal bloemetjes staan, zoals je kan zien, is groen. Niet in elke kamer staat een bloemetje, dus niet overal heb ik het even goed gedaan. We kunnen zien of ze honger hebben, dus of wij meer machines moeten gaan plaatsen. Zo kunnen we eigenlijk alles bekijken over de patiënten. Want deze heeft bijvoorbeeld honger, dus misschien moeten we hier nog wel een extra snackmachine maken. Wat is er aan de hand? Treatment failed? Wat? Chance of succes was 88%. Uh-oh. Gaat hij nu dood? Uh-oh. Ik heb echt geen flauw idee. Er staat treatment failed. Er loopt weer eentje met zo'n lichthoofd. Geniaal, jongen. Geniaal. Maar gaat hij nou dood? Want hij is niet genezen. Hij kijkt ook heel sipjes naar beneden. Gaat hij nou gewoon naar huis? Maar dan gaat hij toch dood als hij niet is genezen?
Dit is zielig. Dit is zielig. Dan moet hij op de bus gaan wachten en weet dat hij gewoon doodgaat ook. Ja, dit vind ik wel een beetje zielig. We hebben een brief gekregen. Een 1 star ziekenhuis. Woe! Let's go. Awesome. We hebben nu een ander ziekenhuis al vrijgespeeld. De Lower Bullocks. Dus dat is wat dope. Dus we kunnen sowieso aan de slag eigenlijk al met een ander ziekenhuis. We blijven nog wel heel veel hierbij. Ik ga niet meteen switchen namelijk. Maar dope. Maar dit is wel echt zielig. Ik vind het nog steeds zielig. Je gaat sowieso waarschijnlijk dood namelijk. We kunnen ook kudo's verdienen. En met die kudo's kunnen we waarschijnlijk challenges en alles gaan starten. Dus dat is wel leuk natuurlijk om te doen. Waar kunnen we die challenges starten? In de itemlist. Oh, hier. Oh, nice. Dus met de kudo's die je rechtsonder in je beeld kan zien. Hier onder mij letterlijk. Kan je dus nieuwe items vrijspelen. Dus we hebben nu 180 kudo's. En dan kunnen we bijvoorbeeld een grotere prullenbak kunnen we onlukken. Of kunnen we een paarse bank of een zilveren bank kunnen we vrijspelen, et cetera, et cetera. Dus dat is wel heel dope. Oké, awesome. Nice. Cool, we kunnen zelfs een boekenkast vrijspelen. Wauw. Of een ander plantje, een cactus. Er staan heel veel verschillende dingen in. Een telefoon, een klok. Oh, die wil ik eigenlijk wel hebben. Zullen we die gewoon meteen halen? Een klok. Een klok hebben we namelijk wel nodig, als ik heel eerlijk mag zeggen. Kijk. Hoppatee. En hier in deze ruimte moet ook een klok. Dus we moeten wel kunnen weten hoe laat het is. Nou, een dokter heeft altijd een klok nodig. Zo. Ik gooi het meteen overal neer, hoor. Klok is namelijk cool. En hier moet ook wel een klok. Dan kunnen de patiënten tenminste zien hoe laat het is. Nice. En wat ik meteen ook wil neerzetten, want we hebben nu ook een licht light-headed poster vrijgespeeld. Kijk, dat is precies voor in deze ruimte. Hoppatee. Dat is serieus dope. Oké, de awards. Woe, welke awards gaan wij winnen, meneer? Zeg het mij maar. Oké, we gaan ze gewoon rustig openen. We kunnen dokter van het jaar, nurse van het jaar, conciërge van het jaar, assistent van het jaar, werknemer van het jaar, geen doden. Nou, we hebben nog niemand dood laten gaan, als er wel eentje weggelopen die waarschijnlijk dood gaat. Maar ik weet niet hoe dat ziet. We kunnen het meest prestigieuze ziekenhuis worden. Of we kunnen natuurlijk het de Choice Award winnen van de patiënten. Dus we gaan gewoon kijken wat we hebben gewonnen. Open ze maar. Ik ben benieuwd. Woo! We hebben er al één. Dokter van het jaar. Let's go. Gaat onze reputatie natuurlijk ook van omhoog. Volgende. Woo! Nurse van het jaar. Let's go. Lekker. We hebben er al 2. Serieus? We hebben niet... Ja, wat is dit nou even onzin? We hebben niet eens conciërge van het jaar. Ook niet? Assistent van het jaar? Ja, hey. Ik wil wel meer vinden dan dit. Yes, die hebben we wel. Werknemer van het jaar. Let's go. Hebben we er al 3? 3 van de 5 tot nu toe. Geen doden? Yes, we hebben niemand dood laten gaan. Dus die gast die leeft nog. Let's go. 4 van de 6 tot nu toe. Gaat goed, we hebben nog 2 te gaan. Als we deze winnen, zijn we echt beast. Oh, deze was niet voor ons. Ik was helemaal blij gewoon. Die was niet van ons. En deze, als we niet het meest prestigieuze ziekenhuis hebben, hebben we deze waarschijnlijk ook niet. Nee. Oké, 4 van de 8 awards hebben we. Nice. Ik vind het helemaal goed, joh. Helemaal mooi. Awesome. Thank you very much. De poster die hangt nu ook mooi daar. Bankjes staan mooi, klokjes hebben we opgehangen. Alles gaat eigenlijk gewoon goed. En als we naar de map kijken. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down at Grogben's Ring. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Het is een soort van psychiatrisch ziekenhuis, zegt hij zoiets? Dus we gaan het gewoon zien. We kunnen daar volgende keer sowieso naartoe gaan. Want we hebben nu dus 2 ziekenhuizen om te runnen. En het is wel zo dat als je zeg maar naar het andere ziekenhuis gaat. En je gaat zeg maar daar aan het werk. Dan staat dit ziekenhuis wel op pauze als het ware. Ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen. Maar ben je het ene ziekenhuis bezig. Dan kunnen er geen problemen komen in het andere ziekenhuis. Want dat is natuurlijk een beetje genijd. Want je bent het dan niet. Dus vandaar. Maar laten we nog even doorgaan met deze. Want we zijn nog lang niet klaar namelijk. We hebben nog ook verschillende doelen om te halen. We moeten 25 patiënten
helpen. Nou, we hebben er al eentje geholpen nu. We moeten 200.000 monies verdienen. En we moeten het ziekenhuis naar level 6 zien te krijgen. We zijn nu level 4. Dus hebben we nog wel veel te doen. En ik wil ook even laten zien, we kunnen nog veel meer dingen checken. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar iedereen die we hebben ingehuurd. En dan kunnen we ook bijvoorbeeld bij Georgia Purple, die we al een promotie hebben gegeven, kunnen we gewoon kijken waar ze mee bezig is. En die zit rustig in de kantoor, zoals je kan zien. Dat is wel uitstekend eigenlijk. Bij William kunnen we bijvoorbeeld ook kijken wat hij aan het doen is. En et cetera, et cetera. En dan kunnen we ook misschien precies zien dat bijvoorbeeld Leonard eigenlijk moet gaan rusten. Want hij heeft nog maar 29% energie. Dus hij moet eigenlijk eventjes een pauze nemen. En Dorothy, die is niet heel erg blij. En die moet ook poepen, zo te zien. Ik zie hem in één keer naar die wc toe rennen. Are you kidding? Je hoort hem zelfs schijten. Oh nee, Dorothy. Oh nee. En dan kunnen we bijvoorbeeld, denk ik ook wel, iemand promoten. Laten we eens even kijken. We kunnen hem oppakken. We kunnen hem ontslaan. We kunnen zeggen dat hij weer terug moet gaan aan het werk. En we kunnen ook even kijken hoor. Oh ja, we kunnen kijken. We kunnen ook zien hoeveel we ze betalen. Dus als ik bijvoorbeeld dit iets omhoog zet, dan betalen we hem dus bijvoorbeeld 2% meer. Waar hij waarschijnlijk wel ietsje blij van wordt. Dus zo kunnen we ook een beetje het betalingssysteem en het loon dat ze krijgen, kunnen we een beetje aanpassen en ga zo maar door. Dus dat is wel, wel dope om te doen natuurlijk. Kunnen we niet iedereen gewoon 1% bonusjes geven? Iedereen is nog wel een beetje blij, dus eigenlijk ga ik nu gewoon geld verspillen. Dus ik kan het denk ik beter niet doen. Zo. Iedereen 1% erbij. Weet je, ik vind het wel best eigenlijk. Oh, ik heb er opgepakt. Sorry. Ze verdienen al meer dan genoeg allemaal. William. William is... Oh, hij gaat nu weer hier naartoe. William die bestuurt echt alle kantoortjes gewoon. Want hij zit dan weer daar. Dan gaat hij weer daar naartoe. Dan zit hij daar opeens. Dus die bestuurt alles tegelijkertijd. En deze die staat daar niet goed. Zo, nu wel. Hoppatee. Er loopt weer een licht bolletje naar binnen. Ik vind het eigenlijk wel goed gaan. Ik denk dat we dit ziekenhuis wel gewoon zo door kunnen laten lopen. Verder is er niks aan de hand. We kunnen ook bij alle patiënten kijken. Waar ze uithangen, wat er met ze aan de hand is. Etcetera, etcetera. Dus eigenlijk in de game kan je alles monitoren. Kan je alles bekijken. Kan je alles ook gewoon zelf op jouw eigen manier indelen. En dat is wel echt heel, maar echt heel erg chill. En ik kan de tijd natuurlijk doorspoelen zoals ik nu doe. Dus... ik denk dat het tijd is om volgende keer gewoon naar het andere ziekenhuis te gaan. Eens even kijken wat daar aan de hand is. En of we daar ook weer iets moois kunnen opbouwen. En zo kunnen we van ziekenhuis naar ziekenhuis gaan. Van alles en nog wat doen. En dan komt het verder wel helemaal goed. Is er hier nog een wachtrij eigenlijk? Nee, hè? Het is eigenlijk nergens een wachtrij. Het gaat serieus soepeltjes gewoon. En hij zit de hele tijd heen en weer te rennen tussen de twee. Dus hij heeft eigenlijk gewoon twee banen die hij vervult. En we verdienen geld per maand. Eigenlijk is het gewoon helemaal top. En iemand wil promotie. Ja, dat mag wel van mij. Alsjeblieft, jongen. Hij is meteen weer blij. Is het zo? Yes, yes. Ik hoop dat jullie hebben genoten voor deze aflevering. Volgende keer gaan we natuurlijk gewoon weer verder. Maar dan wel in het andere ziekenhuis. Dus ik hoop jullie daar te gaan zien. En ik vind dat we het tot nu toe goed hebben gedaan. Alles loopt nog helemaal lekker. En we kunnen naar de lower blocks toe. Dus volgende keer gaan we dat doen. Bedankt al voor het kijken. Bedankt natuurlijk al voor de support. Super dope dat jullie allemaal bij waren. En hopelijk ook weer zoals altijd natuurlijk. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.